Leuke weer erbij, leuke mensen. Nou. Je wordt van alle kanten gefilmd. Geen draak, hé jongens. Zo dan. Zo dan. Nou Erik, laat me zien. Hoe moet het? Hey Johan. Hey Erik, ik wil even mijn flesje bijvoelen. Jij hebt een gouden helm, hè? Hey. Je hebt een gouden embleem erop. Ja? Heb ik dat ook? Ik ken niemand die dat werkt. Shit. Is het nog de dag? Heren, we gaan dadelijk het terrein op. En daar zie je inderdaad een groen gearceerd deel. Daar kunnen we gewoon op lopen zonder PBM's. Maar zodra je daar afloopt, dus in een rode lijn als je daar overheen stapt, moet je er rekening mee houden dat daar volledige PBM's gedragen wordt. En dan gaan we ook even kijken of je pak dicht zit en dat soort zaken. Top. Dus ik zou zeggen, loop lekker mee. En dan gaan we beginnen met waar we voor kwamen. Toch? Yes. Komt u maar. Oh, we gaan even een brandje blussen. Vlogger. Hey vlogger. Hey Olek. We gaan even een brandje blussen, hè? Jazeker. Ja, het is wel leuk. Ja, ik vind het wel een leuke uitdaging voor vandaag. Leuke weer erbij, leuke mensen. Nou. Je wordt van alle kanten gefilmd. Een elektriciteitsdraadje. Wat kan daar nou mee gebeuren? Wat gebeurt er als je dat oververhit of overbelast? Hoeveel troep komt daar nou vanaf? Vervolgens hebben we een aantal van die kleine gasbusjes. Die laten we even zien wat er gebeurt op het moment dat dat oververhit wordt. En we gaan een voedselplas maken. Ongeveer een jerrycan die daarin ligt. Die steken we aan. En dan gaan we kijken hoe dat nou, ja, radiatie, hitte, stralingswarmte, of dat daar, ja, of dat we dat verwachten, of dat het meer is dan dat we zelf nu in ons hoofd hebben. Goed, elektriciteitsdraadjes. Dit is gewoon een stukje draad wat gebruikt wordt in huis, bijvoorbeeld. Een stukje installatiedraad. Hier zit isolatie omheen, PVC, polyvinylchloride. En vooral die C. Dat is een hele vervelende. Chlorgas. De lastrover staat nu aan. Ja. Is die door? Ja, ik denk het. Zit die nog vast? We gaan eens even kijken of dat die vast blijft zitten. Eén draak, hé jongens. Nou, we horen een vrouw, ja. Zit zo. Als je dan een hele kast hebt, dan ja. En nogmaals, als je het ruikt, doe maar een stapje achteruit. Kom maar even achteruit. Erik, kom maar. Maar dit is eigenlijk het verhaal, jongens. Hou er gewoon rekening mee dat dit gewoon een risico is. En als je dat dan ruikt, dan moet je er gewoon iets van doen. Ja. Dat zijn van die gasbusjes, die campingdingetjes. Van 190 gram. Dan moet ik even nieuw halen? Ga door dit container. Laat hem even pakken, maar even. Wat je ziet, is dat die dingen twee vormen aan kunnen nemen als ze in het vuur liggen. Dat is of deze. Nou ja, dan snap je wat ermee gebeurt. Of deze. En dat komt omdat je hier eigenlijk op het punt waar je hem normaal doorboort, waar als je hem gaat gebruiken,
daar zit zo'n zwak puntje. Nou, wat je hier ziet is dat hij daar net op in is gescheurd. En dan is hij niet geklapt, maar dan gaat hij inderdaad zijn druk met, door middel van een soort van steekvlam. Blaast hij gewoon af en that's it. Dus of hij gaat dit doen of hij gaat dat doen, dat hangt er een beetje vanaf. Maar kijk, zo zien ze er nieuw uit. Dat is eigenlijk waar we het over hebben. Nou, we gaan jullie laten zien wat er gebeurt als je die dingen in het water zet, deels. En eentje buiten het water. En dan gooi je een laagje brandstof op het water en steek je dat aan. Dus we gaan ze alle twee laten klappen of dit. Yes. De ene staat deels in het water, dus die duurt wat langer. Die wordt gekoeld door dat water en daarom duurt het wat langer. Het eerste wat je hoort is plop. En wat de bodem dan doet, die normaal hol is, die doet dan dit. Dit is de bodem. Die gaat dan bol staan. Daarmee zou het kunnen zijn dat hij zichzelf verplaatst en wellicht op een ander plekje terechtkomt. Waar dat hij niet zo veel verhit wordt. Dat hij dus een beetje uit het vuur springt tussen aanhalingstekens. Daar is het niet op maar dat zou een toevallige bijkomstigheid kunnen zijn. En dan of dit. En we gaan eens kijken. Waarom laten we je dit zien? Omdat jullie aan boord natuurlijk ook gasflessen hebben. Ja? En spuitbussen. Niet meer hoor. Spuitbussen wel. Ja. Spuitbussen, deodorant, WD-40, whatever. En wellicht nog ergens een keertje in een gasfles als haarlak. Je wil lassen of branden of zo. Dat is dan van je vrouw. Van dat soort dingen doen. Ja. En wederom, het verhaal is dat dit 190 gram is. Ja? En een gasfles, ja, dan zit je al gauw aan 40 kilo of zo, of 10 kilo, 5 kilo, hangt een beetje vanaf. Ja. We gaan gewoon eens kijken wat dat doet. En wat je ziet, mijn collega die staat daarbij. Die kooi die daar staat, dat vierkante ding met dat gaas. We gaan eens kijken. Je hoort al een beetje klop klop. Dat is wat goed dan. Dat is de onderkant. Zo dan. Zo dan. Zo, ik heb wel een yes! Dat heb je eerst nog één keer. Heren, dit is 190 gram. Vertaal dat even naar zo'n gasfles. Even voor de beeldvorming. Of zo'n grote spuitbus WD-40, waar meer in zit dan 190 gram. Waar heb je die spuitbussen staan? In een gepitteleerde dekkist. Ja, binnen in de woning. Deodorant doet ook mee, hè? Silicaan mag niet. Nee, maar deodorant en haarlak doet ook mee, hè? Hetzelfde verhaal. Dus om maar even een beeld te vormen van waar hebben we het nou over? Als er ergens brand is en er staat of een gasfles of een spuitbus, hou er even rekening mee dat dit dus het resultaat kan zijn. Gewoon even een stukje bewustwording. Valt het mee, valt het tegen? Had je dit verwacht? Nee, kunnen we ook grotere dingen in de fik steken? Gaan we ook doen. Oh, leuk. Loop even mee, want we gaan die kant. Ja. Ik ga dat je nek niet breekt. Leuk. Mooi hè? Goed, wat je hier ziet heren, dit is water. Dat niet, dat is brandstof. Ja? Dan gooien we ongeveer een jerrycan, ongeveer een 20, 25 liter brandstof gooien we hierop. Ja? Nou aan jullie de vraag. We hebben aan dek, stel je even voor, we hebben aan dek een jerrycan. Zijn we bezig geweest, dat ding valt om. Er ligt 25 liter brandstof op de dek. Wij gaan dat dadelijk aanspreken. En ik ga aan jullie vragen, als je dadelijk allemaal je pak dicht hebt. Van jongens, waar denk jij nou dat je kan blijven staan vanwege de warmte die daar vanaf komt? Op welke afstand? Op welke afstand? Wat gok je? 4 graden. Ja, dat bedoel ik niet thuis, maar wat denk je? Een meter of 40. Meter of 40? Ja, oké, dan ben je wel veilig. Een meter of 20. Meter of 20. Oké. En sta je dan aan de loef of aan de lijzijde? Ja. Dat maakt niet uit. Stralingshitte gaat beide kanten op. Dat maakt echt niet uit. Dat maakt echt niet uit de loef of de lijzijde. Goed. Mijn vraag aan jullie. Scherp.
zoek dadelijk een plekje op. Althans, ik ga dadelijk een plekje aanwijzen. De wind komt daar een beetje vandaan, dus we gaan hier staan. Zeg. Stel je voor, je hebt nu dus een brandweerend pak aan. Dat brandweerend pak dat isoleert je heel erg goed van die stralingswarmte. Ik ga nog heel even die pakken dicht doen. Dat wil ik de paard. Bij jou nog even mee kijken hier. Ja, bij jou wel. Welke? Zelf het niet veel. Goed. Gaan we hier lekker op een rijtje staan? Zo. Hier zo, bij de tafel. Ja, joh, kom. Als je de monsterfles laat vallen, wat er dan gebeurt. Oh, nou, lekker warm. Zo dan. Dus de straling gaat ook al in de windrichting? Maakt niet uit. Trouwens, was gewoon beter weer in hier. Ja? Beter of beter. Dat was vanmiddag 6 zo wijd. Heb je nog steeds last van? Ja, dat is lekker warm. Kijk ook naar het water wat er omheen ligt. Het is gewoon wat uitdampen. Ja, maar hij trekt hem ook aan, hij zit van die gasfles in zit die trekken. Het is ook weer zo op, hè? Want 20 liter is ook weer zo weggebrand. Ja, ja. Dat wordt wel. Maar nu op je schip, hè? Even nadenken. Het gangboord, daar heb je niet zoveel ruimte. Stel dat dit gebeurt, vlak bij je accommodatie. Vlak bij je stuurhut. Snap je? En hoeveel mensen denken er nou bij na dat als er zo'n jerrycan leegvalt en er loopt leeg op dek, dat dit het resultaat is als dat in de brand vliegt? Want wat doe je? Ja, je pakt een trekkertje, toch? Of een beetje van dat kappertje. En dan sta je daar met je goede gedrag, misschien wel in je korte broek. Nu heb je een brandweerpak aan, hè jongens? Zo. Dus ja. Even een stukje bewust worden. Absoluut. Ja? Hele goeie. Interessant zo? Ja. Mooi. Ja, het is even... Even wakker worden. Even wakker worden, goed. Zeker. Ja. Mooi. Vaak is het alleen maar barbecue'tje wat je hebt. Hè? Ja, dan gaat ook zo'n sherry en benzine over. Het is echt warm, hè? Ja, man. Niet normaal. Lijkt wel Afrika. Dus, even voor de beeldvorming. Dit is waar we het over hebben als er iets misgaat. Wat we nu gaan doen? Sorry? Ja, niet ontbreken hoor. De meter staat er elke dag. Loopt er maar naartoe. Grote stap is een meter, ga je rap. Probeer het maar. Ja, hij is geen 50 meter. Blijf het ruim. Denk 30, 20, 30. Hij heeft wel lange meters hoor, die Johan. Ja, dat loopt normaal ook hoor. Dat hele lange meters. We hebben hier ook een soort van schip nagebouwd. Moet je niet te veel voorstellen. Maar wat we doen is als we hier brandweermensen hebben die inderdaad aan boord van schepen willen trainen en dergelijke, dan hebben we een soort van schip nagebouwd. Ik wil jullie daar even doorheen laten lopen, omdat dat dadelijk de route is die we gaan afleggen om inderdaad veidig weg te komen. We gaan jullie dadelijk zo'n escape maskertje geven. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, zo'n opereerd zakje waar dan zo'n filtermasker in zit. Die gaan we jullie gewoon geven. En dan gaan we dadelijk door die ruimtes heen gaan we ontsnappen uit die ruimte. Voordat we dat gaan doen, laat ik jullie gewoon even doorheen lopen. Want in de praktijk weet je ook waar je heen loopt. Dus dat gaan we nu ook even doen. Loop even mee, gaan we daarheen. Ja. Alex. Lekker hoor. Welkom aan boord van de Nereus. Stel je voor, je staat nu op het gangboord van een schip. Ja, je komt net aan boord met de loopplank. Hier staat de CV-installatie. Daar is de brug, dat witte deel. En wat wij gaan doen, wij gaan naar beneden in het schip in. En daar zal ik jullie even vertellen wat het idee is. Dit is zeg maar het bovendek van het schip. Wat wij gaan doen, wij gaan naar het lager gelegen dek. De machinekamer, laat ik het maar even zo zeggen.
Bij de machinekamer, dat zit hier, daar zit zo'n rekje aan. Op het moment dat je dat naar links beweegt, dan kan je daar naar beneden toe. En dat loopt vanzelf weer terug voor het gewichtje wat eraan hangt. Zit aan die kant ook. Dus op het moment dat je dadelijk boven aan die trap komt, moet je zo dat hekje even open doen. Waarom doen we dat? Je kan je voorstellen als het hier stijf onder rook staat en dan loop je mensen met zijn fles op de rug, dat we niet willen dat ze zo'n trapje afkiepen. Ja, normaal zit dat ding voor, maar hier is dat wel voor de veiligheid nog een stukje extra veiligheid. Goed, de bedoeling is dadelijk dat we na de oefening weer hier buiten komen. We komen hier dadelijk het schip weer uit, dat is het idee. Ja? En we gaan naar beneden lopen, kijk even goed naar die route, want die route lopen we dadelijk terug, maar dan zie je niks. Ja? Loop mee. Goed. Nou, dit is dan de machinekamer. Hier achter je ziet een motortje liggen. Een motor met wat uitlaten. Hier staat wat apparatuur, wat pompjes en gekken uit. Dat is gewoon puur voor de assenering. Het idee is, dadelijk vanaf hier met zo'n massapol, terwijl je niks ziet, weer naar boven te komen en naar buiten. Maar we doen net het hekje dicht boven, hè? Ja. Moet je overheen? Gewoon nee, zelf. Je kan hem gewoon open schuiven weer. Ah, okay. Dat werkt zo. Als het goed is. Nee, het idee is dat je dus jezelf veilig gaat voortbewegen. Wat voor beeld hebben jullie daarbij? Bij veilig voortbewegen? Zeg dat jullie iets met een eindje. Nou, nee, nog niet eens. We gaan het lekker individueel doen. We gaan het lekker individueel doen. En als je elkaar tegenkomt, dan voorbeeld van twee. Ja. Maar we gaan niet als een trein. Dat is te makkelijk. Ja, dat is makkelijk. Ja, nee, dat snap ik. Maar stel nou, je ligt in de accommodatie. Je wordt s'nachts wakker. Je doet je ogen open omdat je een alarm hoort. En er hangt opeens zo'n laag rook in je hut. Ik weet niet, hebben jullie van die escape maskertjes in je hut liggen? Nee. Vroeger allemaal. Nu niet meer. Zuiker. We hebben hier hebben we een aantal liggen. Dat ziet er ongeveer zo uit, dat kan er ongeveer zo uitzien. En wat we dan gaan doen is, dan gaan we dit maskertje, normaal zit daar een filter in. In dit geval is het gewoon een open ding. Want voor die hygiëne kan het niet dat we er een filter in zetten, want dan gaat het allemaal verkeerd en zo. Dus die maskertjes, dat zijn eigenlijk hele simpele dingen. Die trek je gewoon over je hoofd heen. Er zit hier een soort van ziel. Je trekt dat over je hoofd heen, je zorgt dat je neus en je mond goed in dat masker zitten. En vervolgens heb je hier aan de zijkant nog zo'n oranje bandje wat je even aan kan trekken. Om te zorgen dat dat fatsoenlijk op je gezicht zit. Wat we dan nog meer gaan doen, als je dat op hebt, dan gaan we je blinderen. Dan hangen we daar een ding overheen. En dat is redelijk realistisch wat betreft de rook. En wat je dan ziet, als er echt rook hangt. Je ziet nog wel wat schimmen. Je ziet nog wel wat licht en donker, maar daar houdt het dan mee op. En dan moet je dus nog zorgen dat je nergens tegenaan loopt met je snurken. Want ik zie niks. Misschien is er wel ergens een trap. Nou, toevallig zijn we nu op de laagste verdieping, maar je kan je voorstellen als je hierboven bent. Dan wil je ook niet dat je dat van de trap afkiept. Dus dat moet je zien te voorkomen. Als er ergens obstakels op de grond liggen, wil je er ook niet over vallen. En ik wil nergens tegenaan lopen. Dus ik moet een klein beetje zorgen dat ik veilig kan voortbewegen. Nou, hoe ziet dat eruit? Dat is een heel raar verhaal. En als je zicht hebt, is dat niet nodig. Als ik zie waar ik heen ga, dan kan ik dat gewoon gebruiken. Eén tip die je heel vaak helpt op het moment dat er brand is, blijf laag. Want warmte en rook, dat stijgt op. En nou, je ziet het al, als je nu kijkt naar het object, dan zie je ook ongeveer wel waar die rook hangt. Dat hangt meestal op dit niveau. Ja? Ook als hier echt daadwerkelijk brand in hangt, op dit niveau. De rest is gewoon zwart. Dus dat betekent als ik hier zit, dan kan ik vaak onder die rook doorkijken. Plus, die filter gaat langer mee, omdat ik inderdaad niet zoveel rook heb te filteren. En ik zie veel meer. Dus de warmte, die hangt boven me, want dat hangt allemaal boven. Ik zie meer en die filter gaat langer mee. Nou. Dus laag blijven is altijd een goede tip. In dit geval blijf je gewoon lekker gebogen lopen. Je hoeft niet te kruipen of zo. Dat doen we allemaal niet. Als ik nou ga lopen, dan wil ik ten eerste voorkomen dat ik ergens tegenaan loop. Dus ik moet dit gaan doen. Anders loop ik ergens tegenaan. Right?
om mezelf te beschermen. Dus eigenlijk de weken delen van je kruis naar je kruin, die beweging niet maken. Vervolgens wil ik die deuren niet voorbij lopen. Want soms moet ik gewoon een deur hebben en dat is eigenlijk je procedure van continu één kant op en dan kom je vanzelf buiten. Als ik hier sta en ik hou continu rechts aan, dan ga ik door de workshop heen, dan vind ik de buitendeur en dan kom ik bij de trap. En dan bovenaan de trap rechts, dan ben ik weer buiten. Ja, dus als je continu rechts aanhoudt of continu links, hangt een beetje af waar je bent, dan ben je zo weer buiten. Dus het is ook belangrijk dat je je omgeving kent. Right? Dus, die om te zorgen dat ik nergens tegenaan loop. Die om te zorgen dat ik die deurklinken vind. Ja? Dus dat ziet er dan zo uit. Dat is heel raar. Ja? Maar als ik dat niet doe, ik loop overal tegenaan met mijn snurf. Ja? En wat doe ik nou met mijn voeten? Met mijn voeten ga ik zorgen dat ik nergens in een trapgat loop of nergens tegenaan loop dat ik kan struikelen of dat soort gekkigheid. Want je zal altijd zien, die lage vervelende rotkastjes op schoenhoogte, dat zijn de dingen die je tegenkomt en dat doet redelijk zeer. Dus wees daar voorzichtig mee. Dus, dit en dan die. Ben je gewoon dat aftasten. En wat ik dan doe, dan zet ik mijn voet weer bij. Aftasten, aftasten, op die manier ga ik lopen. Ja? En als je zegt, ik doe het niet, mag ook. Maar dan zul je zien dat je het ergens tegenaan wordt. Nou Erik, laat maar zien. Hoe moet het? Hoor je helemaal niet. Ah, staat je echt goed. Je bent te praten. Oh, zo ben je nog knapper. Ja, komt u maar. En probeer de wand aan te houden. Hè. Probeer de wand aan te houden. Of rechts of links, één van de twee. Probeer ergens langs te lopen. Dat is net wel op de schoen. Dat is het pompje. En dit is die open rand. Maar je voeten heb je nog steeds een opdraken. Daar kan je langs lopen. En hou de wand vast, hè. De wand niet loslaten. Of rechts of links. Maakt niet uit, maar hou de wand aan. Kijk maar waar je wil. Blijf bij de wand, hè. Hou de wand aan. Hou die wand aan. Hou de wand aan, hè. De derde wand die in de midden staat, staat helemaal los. Zoek een wand op. Bij je voeten heb je ook een wand. Bij je voeten heb je een wand. Links. Links, 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 links. Daar. Dan blijf je daar langs lopen. Kijk uit, er zit een gat voor je, hè? Er zit een gat. Blijf bij de wand, hè. Kom maar door. Nou, je bent er. Alsjeblieft, mag hem afzetten. Als je links zit, dan blijf je gewoon links. Ga maar door, loop maar door. Jawel, pas op, er zit een gat voor je. Ja, ga maar door. Ja. Ga maar door, dan kom je vanzelf ja. Bij de deur. Ga maar door. Ja, rechtdoor. Rechtdoor. Rijden als de andere deur.
Blijf bij de muur, blijf bij de muur, blijf bij de muur. Goed zo, loop maar door. Raak nooit de wand kwijt, hè, want die wand, dat is je uitgang. Blijf altijd bij die wand. Oké, loop maar door. Ja, gaat goed. Lekker doorlopen. Ja, nou rechtdoor. Gewoon de muur volgen. Gewoon de muur volgen. Gewoon doorgaan. Helemaal goed. Gewoon doorgaan. Volg die muur maar, dan kom je zelf buiten. Volg die muur maar. Ja, dat ze wel. Jullie zijn helemaal een deur voorbij gelopen. Ja, normaal. Oh, gaat ze links? Ja, maar je bent het gat voor mij. Goed. Heren, even voor de beeldvorming. We lopen nog even terug. Oh. Dan kan je zien waar je geweest bent. Nou? Want het lijkt wel een ontzettend eng was aan het werk. Ik moest al de trap te rijden. Goed, we lopen nog even terug, dan kan je zien waar je geweest bent. Ja. Kom. Ga je wel? Moet je voorstellen als dit op woord gebeurt. Ja, je bent echt je oriëntatie kwijt, hè? Ja, joh. Nou, je bent echt oriëntatie kwijt. Je bent echt oriëntatie helemaal kwijt. Ja, wat blijf je het meeste bij van vanochtend? Dat als ik niet even naar binnen was gelopen om te gaan hier doen, dat ik dan misschien wel... Dan ben je de weg kwijt. Dan ben je morgen nog dan kom je er nooit meer uit. Nee, nee, dat is zeker niet. Goed. Wat is jou het meest bijgebleven? Die lucht hier zo. Dat is het water. we hebben een biorotor en dat ruik je. Ja, oké. Okay. De bacteriën eten alle schuim en eten die bacteriën op en dan ruik je. Hoe is Ja goed, alleen die stralingswarmte is mij het meest bijgebleven. Warm, dat kan je je voorstellen als er wat aan dek gebeurt, dan weet ik veel, vlak bij je woning of wat dan ook. 200 liter drum of een kubusvat is niks, hè? Ja. Dit is 20 liter, hè? En dan schroeien de schilderijtjes van de muur af. Snap je? Ja. Nee, en dat jongetje met die tranen, hè, die we hebben hangen. Ja. Die. Ja. Ik denk dat je eigenlijk scherp rustig blijft geplaatst. Gaat de huilen, denk ik. Waar ben ik? Hoe zit dus de vierkamer eruit en dan daar vandaan gewoon gaan werken? Ja. Dat, jou? Dat je de weg kwijtraakt als je niet weet. Ja daarom dat zie je. Je weet het niet. Eens? Ben je niet vaak leeggelopen? Nou, laat ik eerlijk zeggen, ik heb er al eerder meegemaakt. Hij laat nooit een haal ik je stap. Dan ben je echt weg. Maar ben je niet... Uiteindelijk wel. Heb je zo'n nisje daar zo? Ja. Dat heb je even niet gezien. Daar zat die deur toch? Ja, dat. Ben je niet vaker de weg kwijt? Ik zat met de altijd. Trap. Altijd. Dan zag je niet gestaan. Goed mannen, bedankt voor jullie aandacht. Ik vond het ontzettend leuk om aan jullie wat dingen te leren. Wat we gaan doen, we gaan naar binnen toe. Ik heb net uitgelegd waar je die kleding kan laten, dus daar kan je het inderdaad neerleggen. Die blauwe overal in die rode zak die daar hangt. En dan zie ik jullie in de kantine. In de kantine krijgen jullie van mij nog een certificaatje. En dan gaan we lekker een hapje eten. En dan is het arrivederci en fijne avond. Nou, dankjewel. Ja, wat staat er op de uur? Sorry? We gaan nog even terug met al in het vallen overigens. Je mag van alles kiezen. Ja, denk alleen maar aan eten ook, hè? Ik denk er uit. Ik denk dat ze wel frikandellen hebben, jawel. Oh, dat is goed. Ja, dat los ik. Daar ben ik niet allergisch ergens voor. Frikandellen. Johan, die eet alleen maar frikandellen. Veel vet en lekker. Dat is niet helemaal waar. Ja, goed. Het lijkt me ook te lachen. Je erbij, Erik. Ja, nu wel. Hij mist wat. Het is wel weer leuk, hè, Johan? Zo'n dagje. Ik vind het schitterend. Dit vind ik lachen, zo'n fikkie. Zo'n uitje. Zijn we er even uit, hè, Erik? We komen er nooit uit, hè, doen. Zat je aan boord of niet? Nee. Thuis. Ik zie je zo in de kantine. Is goed, ja, tot zo. Ja, nog even niet eten. Ik kom eerst even met het certificaatje. Prima. Hij valt bij een hond. Hij zit hier nog een muggen blijven staan. Mag ik dan echt niet één frikandelletje? Eentje, toe nou. Ah, één. Halve dan, half. Toe. Hoe gaan we vanmiddag doen? We gaan eten en we gaan straks nog een paar slides doen van de presentatie. Proost. Oh, proost. Wat is mijn telefoon? Ja, die liggen in dat kastje, hè? Ja, die liggen in het kastje. Alweer goed, hè? Lekker goed. Hop naar de frikandellen. Nog eentje mee. Maar, nou doe je net al vrijdag alleen maar frikandellen. Dat is helemaal niet waar. Als ik aan boord ben, wel. Ja, maar dan moet jij, zeg je altijd, dan jij er altijd om vraagt. Dan zeg je altijd, ik heb nog een frikandel over, hè?
Jij doet dan vertekende beeldvorming, noemen ze dat. Ja, fake news. De mensen weten niet dat ik zoveel fruit aan boord heb en zoveel water drink. Dankjewel. Succes, jongen. Gefeliciteerd, Johan. Ja, ik heb eindelijk een diploma gehaald. Zelfs mijn A-diploma heb ik nooit kunnen halen. Nou, ik heb er ook één. Hey mannen, lekker eten. Ja. En jij, nou graag gedaan. Dankjewel, hè. Graag gedaan. Oleg, jij hebt je hebt geen diploma. Nee, nee. Oh. Dat is slecht. Fijne dag. Ja, eet smakelijk. Eet smakelijk. Proost. Allemaal bewijsmateriaal, maar jammer geen. Hé, hé, hé. Nou, hè. Ja. Niet slecht. Nee, zeker niet slecht. Nou, en dan wegwezen, Erik. Bedankt. Ja, nou, hè. Was weer leuk, gezellig. Ja, hè? Zeker. Tot de volgende keer, jongens. Doei. En geef een duimpje. Yes. Hè? Duimpje, duimpje. Nou, Johan, wegwezen hier. Ja, snel. En mijn tijd vandaan hier. Ja, doei. Okay, ciao, hè. Hoi.